Het verhaal van de sociaal bewogen Claudetta Tony als de koningin der goudvelden is afgelopen zaterdag in boekvorm gelanceerd. Het boek handelt over de twee goudmijnbouwbedrijven, Sarafina NV en Volcanic Resources Suriname NV, die Tony heeft opgericht in Suriname. De schrijver van het boek, Julian Salman, noemde Tony een bijzondere vrouw met een hart voor elke Surinamer, in het bijzonder de Afro-Surinamer. Hij vertelt dat hij samen met Tony 3 jaar lang heeft gewerkt aan de totstandkoming van dit boek. Het was niet makkelijk, maar deze vrouw is wel eerlijk. Dus ik bleef het zeggen. Het was niet makkelijk, het was niet eenvoudig om met haar te zitten. En als ze iets niet kende of iets of wat van is dat ze die informatie. Of ze twijfelde als ze die informatie juist had doorgegeven, dan was het constant bellen naar die en die en die en die roepen om te vertellen of ze het juist had. En ja, voor mij was het werken met Claudetta waardevol en leerrijk. President-commissaris Alwin Baar, die betrokken is geweest bij beide bedrijven van Tony, zegt dat zij het niet altijd makkelijk heeft gehad binnen haar bedrijven, maar dat bleek juist een inspiratiebron te zijn voor haar. Claudetta Tony toonde zich blij dat het boek na jaren eindelijk af is. Ze zegt dat ze met dit boek een bijdrage wil leveren aan de vorming van jongeren in Suriname. Deze vrouw is een voorbeeld voor vele Surinamers en bijzonder vrouwen dat je alles wat een man kan, als vrouw ook kan doen. En succes kan bereiken waar mannen succes hebben bereikt. Maar meer nog, ze is veelzijdig, omdat ze niet een voorbeeld is alleen voor vrouwen, voor mannen, niet alleen maar een voorbeeld is voor nakomelingen van slaven, maar ze is een voorbeeld voor alle Surinamers. Ik wil hiermee als voorbeeld stellen dat je door hard werken het ver kan schoppen in de maatschappij. Als je een doel voor ogen hebt, zijn hard werken, standvastigheid en vooral de wil hebben om vooruit te komen, belangrijke factoren om te kunnen groeien. Ik ga zo dadelijk een paar exemplaren aanbieden. Dat doe ik niet zomaar. Ik wil dat de boodschap die hierin vervat zit, op een juiste manier zijn weg kan vinden, dwars door alle lagen van de maatschappij. In 2013 schreef Salman reeds een biografie over het leven van Claudetta Tony. Een exemplaar van het boek is ook overhandigd aan de universiteitsbibliotheek via directeur Tanja Sitaram.